allemaal meisjes bij hem. Papa en mama lopen erachter. En achter hem wordt het steeds drukker in de wachtrij. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Planet Coaster aflevering. Ja, ja, nieuwe Planet Coaster aflevering. Ik heb een nieuwe DLC gekocht. De Vintage Pack heb ik gekocht. De laatste nieuwe. En met deze Vintage Pack kan je dus de bobslee kan je bouwen. Er zijn een paar nieuwe achtbanen bijgekomen. Maar ik ga eventjes kijken of dat ik een custombaan kan bouwen. En dan gaan we kijken naar de boemerang. Echt ontzettend leuk. Echt ontzettend grappig. We gaan eens even kijken. Waar staat die ergens? Daar staat een die en die. En deze, de wooden bobslee. Oftewel een houten achtbaan. Waar heb je het nou over? Oh nee, dat is weer verband. Nou, in ieder geval gaan we even bouwen. En nou, we gaan gewoon even bouwen, jongens. We gaan gewoon even... Nee, ik wou hem eigenlijk... Juist, ik kwam eigenlijk even zo. Dat vind ik wel, eigenlijk wel grappig. Vind ik eigenlijk wel grappig. Nou, dan gaan we hier ook een dingetje bouwen. Dat hij op wieltjes aangedreven wordt naar boven. Dat doet hij. Dan gaan we hem eventjes kijken of we hem een klein stukje kunnen draaien. Juist. En dit is eigenlijk alweer te ver, vind ik eigenlijk. Dus, maar ja, het kan wel. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Dan gaan we dit even naar daar doen. Zo. En dan gaan we dit op nul zetten. Dan komt hier de liftheuvel omhoog. Nou, dan gaan we hier de liftheuvel maken. Zo. Dan moet het ook niet gelijk helemaal Yolahiti wezen. Zo. 25 meter. We doen het gewoon op 30 meter. Wou ik hem eigenlijk hebben. 36 meter al. Oké, nou, dan gaan we hem naar zo. Gaan we hem op 38 meter doen. Dat is wel ontzettend leuk. We gaan hem alvast even starten. Kan hij alvast een beetje kijken of dat hij pakt. Ik zit even aan een lekker blikje energy drank. En we gaan een leuke achtbaan gaan bouwen. Dit pakt hij allemaal wel, want ik heb natuurlijk wieltjes aangebracht. Zodat de bobslee omhoog gaat. Dit is wel ontzettend leuk hoor, jongens. Die is wel ontzettend grappig. Gaan we een klein knikje naar beneden doen. Een klein knikje. Zo. En dan zou ik hem al, als goed is al... Wauw, dit ziet er echt super uit. We gaan hem gewoon even zo doen. En dan gaan we hem kijken. Hier op 0 zetten. Kijk, en dan zitten we al op 36 meter. En dan gaan we draaien. Een kort bochtje. Zo. En dan gaan we hem hier, zeg maar de eerste drop naar beneden doen. Oh, kijk nou joh. Ik heb hem zo op 60 en dan zegt hij van, nou dat kan niet. We gaan hem hier gewoon naar beneden laten lopen. Oh, dan gaat hij gelijk draaien. Wacht even, ik moet wel even zorgen dat dit recht loopt. Dus dan gaan we dit even recht lopen. Nee, die gaan we even zo zetten op 0. En dan gaan we die naar dat is 60 graden. Nee, 49 is genoeg. Nou, dit is eigenlijk alweer te hoog eigenlijk. We gaan hem gewoon even zo maken. Hoppa. Dit is de drop naar beneden. En dan gaan we hem hier lekker draaien. En dan kunnen we hem ook nog... Nee, dat gaat niet. Waarom doet hij dat nou weer niet? Even kijken... Waarom doet hij dat niet? Oké. Ik dacht de verleden keer kon ik hem ook zo draaien dat
Dat je, oh, kijk. Nu kan ik hem wel draaien. Hier gaat hij dus lekker de bocht door. Gaan we hem even zo doen. Kijk eens even, jongens. Hoppa. Lekkere steile helling. En dan gaan we hem nog even wat steiler maken. Hop. Hop. En dan gaan we dit even wat rechter bouwen. Doordat hij lekker die bochten erin hebt. Zo. En dan gaat hij hier gaat hij recht naar 0. Juist. En ook de baan wordt weer recht. Juist, dat klopt allemaal. Dan gaan we hier een klein stukje gaan we omhoog. Hop, hop, hop. En dan gaan we, hier gaan we hem even zo draaien dat hij zo doet. En dan gaat hij, hij mag er ook lekker doorheen gaan. Dat is helemaal geen probleem. Even kijken, we gaan even draaien. Zo, even een bochtje hier naartoe doen. En dan gaan we hem bocht zo maken. Ik weet niet of hij dat pakt zo, maar zo zou ik hem eigenlijk willen hebben. En dan gaat hij hier gaat hij weer gewoon lekker langzaam naar beneden. Kijk, hij gaat 29 meter naar beneden. En dan zou hij daar op 23. Dat zou hij in principe zou hij dat moeten halen. Maar ik zie hem niet meer. Waar is mijn baan? Waar is hij nou gebleven? Oh ja. Hij gaat op de verder ook. Hop, hop, hop. Gaat hier gewoon weer naar 0. Gaat hier weer lekker naar beneden. Dan gaat hij hier weer lekker draaien. Kijk, 0. En dan gaat hij hier ook gaat hij die kant op. Gaan we hem weer lekker even zo een bocht maken. Dat hij weer lekker slalomt. Zo. En dan gaan we hier weer omhoog. En dan moet hij hier op 0 staan. En dan gaan we hier omhoog. Juist. En dan gaat hij hier weer lekker naar beneden. Oh, dat doet hij niet. Hier gaat hij dan naar beneden. Zo. En dan hier weer een mooie bocht. Draaien. Draaien. Juist. En dan. Even kijken hoor. Zo. Gaat hij hier weer op 0. Even kijken, want hij staat niet helemaal recht. Zo. Zo. Nou staat hij wel recht. Juist. Gaat hij hier weer een stukje omhoog. En dan hier gaat hij gelijk weer. Wil ik hem eigenlijk weer laten zakken gelijk. Dat hij hier een lekker airtime-puntje hebt. Gaat hij lekker airtime maken. En dan moet ik even kijken. Hier had ik het eindstation gebouwd. Dus dan gaat het eindstation gaat daar. En dan gaat hij hier weer naar beneden. Gaat hij hier weer een mooie bocht maken. Even kijken. Hier gaat de bocht. Hier moet hij eigenlijk weer zo, een beetje zo en een beetje zo. En dan gaan we dit recht maken, zo. Dan gaat hij hier nog een keer omhoog. En dan gaat hij hier weer naar beneden. En dan gaat hij hier draaien. Juist. En dan gaat hij hier gaat hij draaien.
schuif hier even kijken hoor. Daar, zo. En dan doe ik hier nou ja, het is even een ingeproviseerde opbouw. We gaan hem eerst maar eens even uittesten. Dus we gaan eens even kijken wat hij doet. We gaan eventjes kijken. We gaan hem even wat langer maken. Dat kunnen we maar op 4 karretjes doen. Zie ik. Dat doen we gewoon. Even kijken. Dan zetten we hem gewoon op. Dit halen we weg. Dat vind ik niet mooi. We gaan hem gewoon even kijken of ik hem anders kan bouwen. Oh, nou doe ik het verkeerd. Oh, doe ik het weer verkeerd. Doe ik het weer helemaal verkeerd. Gebouwd. Als ik het goed heb. Dan gaan we eens even kijken wat hij doet. Dan gaan we eens even kijken wat hij hier doet. En dan doen we hier ook. We kunnen hem niet groter maken, maar kunnen wel 2 treintjes doen. Dat is wel ontzettend leuk. Dan gaan we hem eens even uittesten. Kijken wat hij doet. Test! Ja, daar wil ik er eigenlijk ook nog gelijk in gaan zitten ook. Dus gaan we eventjes kijken. Zo, de right camera. Wat gaat hij doen? Hij gaat omhoog. Nu is hij bij het hoogste punt. Dan gaat hij hier over in de bobslee. Gaat hij een stukje naar beneden. Om nog eens een klein beetje vaart te maken. En hier komt de eerste. Wow! Wow! Dit is wel super gaaf. Ik weet niet of dat hij het redt qua G-krachten en zo, maar wauw! Deze bocht is echt smooth. Hop. Het is niet dat je vliegt. Wow. Nu gaat hij weer ontzettend hard. Hoppa. Hier gaat hij de vaart verminderen. Gaat hij het redden naar het station? Oeh, net. Hij haalt het net. Hij haalt het net. Dan gaan we even kijken naar de testresultaten. De resultaten. Nou, mensen zouden er al in kunnen. Volgens mij zijn de resultaten niet echt slecht. Dus we gaan gewoon eens even kijken of dat we hier even een paadje kunnen maken. We gaan in ieder geval gaan we hier even alvast de ingang bouwen en de uitgang.
Oh, de uitgang heb ik verkeerd gemaakt. De uitgang hoort daar te zitten. Nee, dat is in ieder geval verkeerd. Dus dan gaan we in ieder geval gaan we eventjes kijken naar de edit track. En dan doe ik, moet ik dus niet die hebben, maar dan moet ik dus die hebben. Zo. En dan gaan we dus even kijken op planet entry. Juist. En de exit komt daar. En dan gaan we naar een pad. Maken we in ieder geval even een pad naar beneden. Oh, dat is wel heel erg enthousiast. Dat is een behoorlijke uitgang. Kijk eens, hoppa. Kijk eens eventjes. En dan gaan we hier gewoon een paadje maken waar die iets minder breed is. Gewoon hier naar beneden laten lopen of zoiets. Ik voor wat. Dat zullen we eens even doen. Moet ik die Angel Snap ook even zo maken. Hij is nog niet getest. Oh. Dan moet hij opnieuw getest worden. Zo, nou ik heb hem even snel vooruit gespoeld. En dan gaan we nu even kijken. Ja hoor, de eerste gaat al in de bobslee. De It's Ultrax bobslee is really good value. Free park entries, awesome. Nou, eens kijken of dat hij ook de bobslee ook echt leuk vindt. Even kijken, wat gaat hij doen? Die gaat ook al naar de bobslee. Hij gaat ook al naar de bobslee. Ze gaan allemaal naar de bobslee. Zelfs dit kleine ventje gaat naar de bobslee. Fantastisch. Nou, we gaan eens eventjes door de ogen van dit kleine mannetje. We gaan eens even kijken hoe het in zijn werk gaat. Allemaal meisjes bij hem. Papa en mama lopen erachter. En achter hem wordt het steeds drukker in de wachtrij. Hij kan gewoon lekker doorlopen samen met zijn vriendinnetjes en zijn vader en moeder. En ik denk dat ze dadelijk gewoon in één keer vrije doortocht hebben. Hoppa. Daar gaat hij hoor. Hij zegt tegen die meisjes, loop eens even door. Want ik wil ontzettend snel graag de bobslee in. Hoppa, ja hoor, ze mogen gelijk. Mogen ze. Alleen zijn alle twee de treinen weg. Dus hij moet even wachten tot de treinen weer terug zijn. Eerste treintje komt eraan. En hij mag instappen. In het tweede karretje. Ja, hij gaat in het tweede karretje zitten. Samen met zijn zusje of met zijn vriendinnetje. En we gaan rijden. Ik ben reuze benieuwd. Wat vinden ze van de bobslee? Nou, het gaat nu echt snel. En we zijn bovenop de heuvel aangekomen. En daar gaat hij hoor. Dan maak ik eerst even een klein vaartje naar beneden. Voor de eerste grote drop. En die gaat nu komen. Hoppa. Ik kan ook even kijken. Doe maar wat verder van. Ja, ze zitten allemaal nog te gieren van het lachen. We vinden het allemaal helemaal super. Hoppa!
ik zie alleen maar lachende gezichten, dus beter kan het eigenlijk niet. Ik zie gewoon alleen maar lachende gezichten, zie ik, in de bobslee. Ja, nu zie ik ze een beetje boos kijken, maar ik denk dat dat komt omdat de rit afgelopen is. Nou, gelijk weer die piksmel op het gezicht. Fantastisch. En wat vinden ze ervan, jongens? Wat vinden ze van de It's Ultrakse bobslee? Nou, ik zie ze. Ik zie ze wel allemaal lachen. I want to get on the bobslee. Hij wil gewoon nog een keertje. Nou, kijk eens eventjes. Dan hebben we toch even een kleine bobslee gemaakt. Je kunt hem natuurlijk later kan je hem ook aanpassen met heuveltjes erin en zo. Dan kan je een beetje alles een beetje. Een beetje met de terreintool kan je alles een beetje omhoog halen. Dat doe je met deze. Dan kan je hem zo een beetje omhoog halen. En dan zou je hem een beetje kunnen bedekken. Zodat het net is of dat hij echt op een heuvel. Of dat het echt op een heuvel is. Kijk, hier zou je dan nog een tunneltje kunnen maken. Dat hij hier door het tunneltje heen gaat. Je kan dit nog een beetje omhoog krijgen. Je kan hier nog een dikke tunnel maken. Zodat hij hier ook nog eens een keer lekker door de tunnel heen krost. Kan allemaal. Kijk, en dan krijg je toch wel een hele andere zicht krijg je dan op de baan. Dit ook. Dit zou je dan ook nog een stukje omhoog kunnen doen. Zo, dat het echt op een heuvel landschap is. Dus je kan het zo gek maken als je zelf wil. Je kan het helemaal aankleden. Je kan er nog boompjes bij doen en huisjes erbij doen. Een beetje in bobslee thema. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Je kan er eigenlijk een beetje je eigen aankleding aan geven. Ik zal hem nog één keer laten zien. Terwijl die met de tunnel is. Dan moet ik even snel instappen. Dan gaan we naar Ridecamera. Ik heb hem een klein beetje heb ik de grond een beetje gedaan. En nu gaat hij ook een klein beetje door tunneltjes heen. Gaan we nog even één keer even een onride doen. Daarnet was het niet echt een onride. Toen zag je ook het gezicht van het poppetje. Nu gaan we ook echt even een onride doen. Maar zo kan je dus een baan zeg maar een beetje aankleden. Een beetje mooi maken. Boompjes erbij doen. En als je dan ook nog leuke huisjes. Een beetje van de Tiroler-achtige Oostenrijkse huisjes doet. Dan heb je echt een ontzettende leuke Zwitserse attractie. Net dat je in Zwitserland of Oostenrijk bent. En het is gewoon. Hier gaat hij. Hop. Kijk, en dan krijg je al een beetje. Dit zie je nog echt helemaal. Hier zie je al wel bergen. Zie je alweer. Hier gaat hij de bocht rond. En dan gaan we hier gaan we naar beneden. Kijk, hier komt het al een beetje, heuvelachtig wordt het hier dan. Hier gaat het omhoog. Ja, je moet het eigenlijk nog veel omhoog doen. Kijk, dit is wel heel erg leuk. Hier een tunneltje. En dan hier een rotsje. Een rotspartij. Dan gaat hij hier ook weer door de tunnel heen. Ja, en zo kan je het allemaal eigenlijk een beetje leuk aankleden. En heb je een hele leuke bobbaan. Nou, bij deze dus, deze video eventjes. Ik wou even snel de nieuwe bobslee laten zien in de nieuwe, package van Planet Coaster. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zou zeggen, ik vond het in ieder geval een hele leuke baan, vind ik het. Ik heb hem even in 1, 2, 3 even zo snel even gebouwd. Maar het is echt een hele leuke baan. En ik zou hem zelf op kunnen slaan. Zodat ik hem in een ander park kan gebruiken. Ik zou zeggen in ieder geval jongens. Vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent. Abonneer natuurlijk op It's Ultrakse. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen. De groetjes van deze kant. En ik zou zeggen tot een volgende Planet Coaster aflevering. Hier op It's Ultrakse. Hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal. En bye bye.